Goeiedag, welkom bij video Vragen Vrijdag van jouw Lijflijn. Mijn naam is Nettie Bom en elke vrijdag beantwoord ik een vraag uit de praktijk. Van de week kwam er in mijn praktijk een dame voor de intake en zij wilde graag gezonder worden en afvallen. Ik heb haar verhaal aangehoord en later uitgelegd wat de eetlijn voor haar zou kunnen betekenen. En aan het eind van mijn verhaal vroeg ze waarom ik zo gebrand ben op het vermijden van schadelijke eetmiddelen. Dat zijn toch door de EU goedgekeurde stoffen en waarom ben je er dan zo op tegen, was haar vraag. Nou, het klopt inderdaad dat eetmiddelen door de EU goedgekeurde stoffen zijn, maar er zijn een aantal instanties die onder één hoedje spelen. En dat klinkt heel negatief, maar ik ga het je wel uitleggen. Er is namelijk een stof, E621, ook wel bekend als Vetsin, MSG of tegenwoordig wordt het gebruikt als gistextract. En die stof die zet jouw verzadigingshormoon op non-actief. En dat betekent als je 621 als ingrediënt in je gerechten hebt, dat je nooit het seintje zult krijgen, joh, stop nu maar met eten, je hebt nu genoeg. Dus je gaat altijd maar door met eten. Als je doorgaat met eten, ga je ook door met boodschappen kopen. Je wordt er ook dikker van. En een aantal industrieën zijn dan de lachende derde. De voedingsmiddelenindustrie die steeds meer zal verkopen, maar ook de industrie van crashdiëten, want die krijgen weer heel veel nieuwe cliënten erbij. En op het moment dat jij in staat bent om de stof 621, oftewel MSG, of Vetsin, of gistextract uit jouw voeding te vermijden, dan ben je al een heel eind. Maar het is een hele kunst om producten te kopen waar geen 621 in zit. Want elk pakje, elk zakje, elk bouillonnetje, de ketchup, de mayonaise, de kruiden, honing, noem maar op, overal zit die 621 in. En dat is een van de voorwaarden van de eetlijn en van de ingrediënten die ik gebruik, dat het vrij is van E621 om heel veel dieet ellende en frustratie te voorkomen. Nou, dit was het voor deze week. Volgende week vrijdag ben ik er weer met weer een vraag uit de praktijk. Ik wens je een hele fijne week en een fijn weekend alvast en tot de volgende keer.